Er is een transformatie gaande in het internationaal bankieren. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Dit zie je niet zozeer in westerse landen en in Nederland, maar dat zie je vooral in opkomende landen waar banken uit westerse landen minder dominant en banken uit opkomende landen belangrijker zijn geworden. We zien dat tijdens de crisis internationale kredietverlening is afgenomen, maar dit is vooral grensoverschrijdende kredietverlening. Als je kijkt naar de aanwezigheid van de lokale aanwezigheid van buitenlandse banken, dan zie je dat die niet is afgenomen, maar zie je dat er een structurele verandering gaande is. Hoewel buitenlandse banken nog steeds ongeveer dezelfde hoeveelheid assets hebben, voor en na de crisis, het is iets gedaald van 13% naar 11%, zie je dat het aantal spelers is toegenomen en dat de rol van banken uit westerse landen, dus Amerika en Europa, is afgenomen. Ze hebben nog steeds wel 90% van de assets. Maar de banken van opkomende economieën hebben hun rol verdubbeld van 4% naar 8%. De reden hiervoor is dat tijdens de crisis veel banken uit westerse landen sterk geraakt zijn en hebben moeten herkapitaliseren. En ze zijn zich gaan terugtrekken uit, ze zijn bankkantoren of bijkantoren en dochterondernemingen gaan verkopen, met name uit landen die ver af liggen. En zijn zich gaan concentreren vooral op hun kernlanden die dichtbij liggen en de grotere opkomende landen. Banken uit opkomende landen hebben veel meer kapitaal gehad, zijn minder getroffen door de crisis en hebben dus kansen kunnen grijpen om zich internationaal meer te gaan profileren. Ze zijn dat vooral in hun eigen regio gaan doen, want daar hebben ze de kennis en hebben ze dus een competitief voordeel. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld dat de Russische Sberbank de Oost-Europese en Centraal-Europese bijkantoren en dochterondernemingen van Volksbank is op gaan kopen. En Banco da Diviendo van Colombia heeft de bijkantoren en dochterondernemingen van HSBC in Midden-Amerika opgekocht. Wat is de impact hiervan op de financiële wereld? De impact is dat het belang van buitenlandse banken in financiële intermediatie eigenlijk min of meer gelijk is gebleven na de crisis, maar dat het aantal spelers is toegenomen. Daarnaast is er een regionalisatie plaats gaan vinden, omdat het dus banken uit opkomende landen met name in hun eigen regio zijn gebleven. Dit kan voor- en nadelen hebben. Een voordeel van regionalisatie is dat internationale coördinatie makkelijker is. Dus bijvoorbeeld bij een faillissement van een internationale opererende bank is dat die coördinatie die dan nodig is gemakkelijker. De Banking Union is daar bijvoorbeeld een voorbeeld van. Een regionaal bankensysteem kan ook schokgevoeliger zijn omdat diversificatie moeilijker is. Heeft het gevolgen? Dat heeft een aantal gevolgen. Op de eerste plaats zullen we zien dat bankensystemen, als het gaat om buitenlandse banken, heterogener worden. En moeten we dus duidelijker inzicht krijgen in wat de impact is van verschillende type buitenlandse banken. Op bijvoorbeeld de kredietverlening naar het MKB en huishoudens en financiële stabiliteit. Daarnaast is de toegenomen internationale rol van deze banken maakt het uitermate belangrijk dat het toezicht in deze landen ook adequaat is, omdat een schok in deze banken grotere spillover-effecten zal hebben op de wereldeconomie. Het vraagt ook dat deze toezichthouders een belangrijke rol gaan vullen in het internationale toezicht en de discussies die momenteel plaatsvinden, bijvoorbeeld over Basel III. Ten slotte vraagt het om meer een belangrijkere monitoring. De BIS monitort internationale kredietverlening, maar de banken die aan de BIS rapporteren zijn met name banken uit westerse landen en maar weinig banken uit opkomende landen. Om een goed inzicht te krijgen in de grootte en veranderingen in internationaal kredietverlening door banken uit opkomende landen, is het van belang dat deze banken ook gaan rapporteren aan de BIS.